Hebben we een feestje, Joy? Daar lijkt het wel op. Natuurlijk, het Happy Camper Koppel feest. Of ja, event. Ik noem het even een feest. Jij zegt dat we een feestje hebben. Ja, het voelt toch ook als een feestje? Dat is het zeker. Maar jongens, we gaan inladen. Ja, want dat moet allemaal mee. Dus nog niet eens is alles. Welkom bij onze vlog. Doe een duimpje omhoog als je er net zoveel zin in hebt als wij. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Veel plezier! Nou, dat zijn er twee van de vijf. Goh, we hebben en dan nog losse spullen. We hebben wat bij ons. Maar waar wil je alles gaan zetten? Onder de tafel? Lijkt me misschien het makkelijkste dat we de tafel afbreken. Op bed leggen? Nee, want dan gaat die schuiven. Oh. Dat vind ik niks. Hebben we daar nog meer gaten in de tafel? Oké, zet hem maar onder de tafel. Moet de kleine accu mee? Is misschien wel het makkelijkste, maar dat doen we dan pas straks. Die kan nog altijd tussen ons in staan. Ja, daarom. Dat doen we straks. Ik ga je even helpen, hè? Ja, doe maar. Ja. Ik heb de inhoud voor de goodiebag. De goodiebag? Ja, ja, dat hebben ze al gezien als deze vlog een like op. Ja, door. Dat klopt. Sin, doe nou eens voorzichtig. Alle letterlijk de camper in. Ja, maar hoor je dat grappig, hoor. Dat is de chipzakken. Ja, en wat zit er onderin? Dat kunnen we niet zeggen. Kom dan maar in orde. Oh, even kijken, die moet hier. Ja, ik schuif wel even wat. Ja, ik zou sowieso de drank helemaal klem zetten. De drank? Ja. Zuipschuiten. Maar die kan ook even staan, ja. Ik zet die wat hier. En dat past niet. Komt goed. Oh. We gaan verder. Zo, de tank is vol. Daar zitten we dan. Oniva, we zijn echt helemaal beladen. Ik heb niet gehoord. Ik denk, doe het maar niet. Nee, maar goed ook, denk ik. Nee, volgens mij zijn we. Zullen we het te vinden? Ik weet het niet. Oh, maar mijn bord file staat al aan. Ja, ja, ik heb het gezien. Het is vandaag 1 mei. Belgen en Duitse dag. Nee, dag van de arbeid. Ja, jij zegt altijd Belgen en Duitse dag, omdat wij geen vrij hebben. In Maastricht noemen we dat Belgen en Duitse dag, jongens, want het is hartstikke vol. Alleen wij als domme Nederlanders moeten werken. Hebben we niet slim aangepakt als land zijnde. Nee. Nou. Ja hoor, dan begint de file al. Ja. Och ja, komt allemaal goed. Ik denk dat we goed staan, hè? Ja. Even kijken voor de blokken, wacht. Voor de blokjes, dat moet wel nog even. Ja. Check de blokjes. Zal ik even de... Kijk, ik heb hem hier. Oh. Ja, maar ik gooi die altijd halverwege, de auto. De camper. Ik zou zeggen, de auto. Ik moet wel poetsen, welk. En nog. Er is een dikke crash geweest tegen de camper. Zie je, jongens, daar is ze weer. Een dikke crash geweest. Wat moeten de mensen van niet denken? Zo'n lange veeglang aan de camper. En het heeft nog zo geregend. Ja. Waterpas. Kijk, ik gooi hem altijd hier neer. Ja, min 3. We moeten op de blokken. Ja, nou, dan ga ik nu blokken. Look ahead, the sea is coming. I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Die kat, hè? Die kat die vindt het eten lekker. Ja, die ruikt dat. Die komt... Stefano Bietse, ja. Die zit ook echt op het trapje. Ja. Maar daar gaat ze. Of hij. Ik weet niet wat het is. Ik vind het heel moeilijk bij een kat om dat te zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Is ze weg? Ze is weg, ja. Kom jij maar tevoorschijn. Nou, we kunnen lekker eten, schat. Heerlijk. De lucht kleurt gif. Gifkleur, zie je het? Nee. Ja, ja zo. Ik vind het zo'n beetje geel. Zo. Ja, zo donker en dan daar zo'n geel. Af en toe een beetje gerommel in de lucht. Ja, maar het is weer een warme dag, hè? Ik wou zeggen, in Nederland gaat het van niks naar in één keer heel warm. Kijk, jongens, we eten wat stefado met pasta. Smakelijk. Ja, smakelijk.
Zo, Joy. Wat ga je doen? Ik ga goodiebags maken. Goodiebags? Ja. Gaan wij goodiebags uitgeven? We hebben geregeld dat we goodiebags weg kunnen geven. Yay. Gaan we de kijkers meenemen wat erin zit? Jazeker. Doen we. Kijk dan jongens, dit wordt toch een leuke goodiebag. We hebben een camperkriebels boekje. We hebben een Limburg magazine natuurlijk. Niet te vergeten camperhondje Limburg. We hebben zelf tassen gemaakt. We hebben een Happy Camper plankske. Want ja, snoepen, dat doen we nog steeds af en toe. En daar zijn ze, de bekende aapjes. Laat ze niet vallen, want dan wordt er een zoektocht. Natuurlijk iets van mijn werk. En jongens, we hebben een mooie pakketje van Ecowax ontvangen. Dus dat wordt echt wel een top goodiebag. Ja, snel, op het gemak. We zijn er al weken mee bezig geweest. Tuurlijk, want we hebben het allemaal zelf gemaakt. We hebben zelf de plankjes gemaakt. De aapjes zijn gemaakt door collega van jou. Hiervoor waren we onlangs op de beurs. Het is toch super mooi dat het kan. Zo hè? Ja, zeker. Zal ik jou even een handje gaan helpen? Zeker, dat zou fijn zijn. Nou, lekker, de koffie en de thee kan nog naar binnen. Ja, maar de theekan die moeten we alleen dan hier even vullen. Oh, dan moet de waterkoker. Ja, want ze vroeger heb je waterkoker. Ik zeg, ja, die heb ik. Ja, anders pak je die van mij. Maar ik zeg, dat is goed. Nee, maar het is prima. En we hebben even die zakken voor wat af te dekken. Dat niet iedereen meteen iets ziet. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Zodat we de goodiebags kunnen afdekken. De goodiebags. Ja, maar er zijn nu ook nog andere gasten op de camperplaats. Ja, daarom. Dat kunnen we wel nog meenemen. Die tuurtjes. Want die moet mee. Oh, dat ja, is namelijk voor de escape, hè? Voor het spelletje. Het camper-escapeje. Camper-escapeje, hoor ik jullie denken. Ja. Dat vervolgt. Wordt vervolgd. Moet ik even sluiten? Nu, we zijn zo terug. Ga je nou in het donker zetten? Oh nee, wacht. Nee, het hoeft niet. Ik doe de deur maar dicht, we gaan lekker slapen. Morgen, ja, morgen nieuwe dag, nieuwe avonturen. Ja. Tot morgen. Jongens, ze is er schoenen aan het trekken. Ik vind ze wel leuk, zo je schoenen. Ja, maar ze moeten een keer in de wasmachine, want die zijn nog vies van vorige zomer. Nou ja. Valt toch wel mee. Die witte randjes, die krijg je toch bijna niet schoon. Daar hebben we al tandpasta opgesmeerd en van alles. Daar zit ook allemaal vlekken in. Nou, het zonnetje schijnt nu. Het is nog vroeg, het is 9 uur. We gaan de fietsen van de drager halen, gaan we lekker op pad, hè? En degene wat de allereerste vlog van Raamhoef hebben gezien, die zouden kunnen weten waar we naartoe gaan. Dat kan niet. Ja, die poes die heeft echt wat, hoor. Die komt continu, tegen continu komt de poes langs mijn benen. Ik denk dat het gratje in een andere hoedanigheid is. In een andere gedaante. Zou je denken? Kijk, daar gaat ze wel liggen. Die vindt het helemaal chill hier. Ach, ja. Het is toch ook leuk. Straks ga je ook zo in de zon liggen, alleen dan op mijn stoel. Zeker. Maar, Joy, kom. Oniva, op de fiets. Anders hebben we morgen geen ontbijt. Och. We hebben de punten. We moeten eerst naar 44. En toen, dat weten we van de vorige keer, dat is aan die kant in het dorp. Ja.
how it sways in the sun. Lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know. Of joy and of sorrow, I'm dying to know it all, to know it all. See the trees grow, they were here long before. They're keeping our stories, and when we're older, they will still stand tall. Things time will tell, we might never know. Leuk wel, die fietstocht weer, hè? In het herkenbare stukje. Ja, superleuk. Ik vond het superleuk. En leuk dat we Robert even zagen. Ja, maar je moet dat wel even in de vlog plakken. Wat, hè? Je moet die foto in de vlog plakken. Ja, 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 want dat heb ik al gedaan. Dat hebben de mensen al lang gezien. Oh ja, ik loop erachter. Je loopt achter. Och, jongens, ze is wel bezig. Kijk nou. Hier. Wat ben je nou aan het doen? Ja, de insecten dingen. Kijk hier nou, als ik dit laat zitten na het weekend, dan krijg ik het er niet meer af. Doe je de achterkant ook even, want hij is fiets. Ja, schat. En de lampen zijn... Ja, maar als je nu het ergste eraf krijgt natuurlijk, dan regent het zo schoon. Ja, en vooral die insecten en zo, want dat vind ik niks. Ja, je bent me weer uit de lach, ik ken je. Hé, we hebben een probleempje. Of ja... Jij hebt een probleem. Ja, dus de sluiting van de koelkast is stuk. Die is me thuis stuk gegaan. En ik kon dat nergens krijgen. Het was nergens op voorraad. Het moest allemaal besteld worden. Moeilijk. En ik zag dat het ijzertje was afgebroken. Het veertje. Ja. Dus ik heb ijzerdraad gekocht. Stug, hè? Ja. Dus ik ga proberen het nu even zelf een veertje te maken. Ja, probeer het maar. Dan doe ik even de vliegjes en de strontjes ervan af. Goed? Kom je even? Doe ja, maar waarom moet ik dat doen? Omdat ik bang ben dat er stroom op staat. Nou, dan geef mij die doekjes maar hier. Hou jij de kijkers vast? Als er stroom op staat, jongens, kijk even naar mij. Kunnen wij lachen. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken altijd naar Happy Camper Koppel. Nee. Dan wordt het Happy Camper Single. Dat blijft dan Joy over, want ik hang aan de stroom. Wat ben je nou zo stom aan lachen? Ja, altijd de oudste laten doen, toch? Dit is gewoon prikkeldraad. Er staat geen stroom op, hoor. Er staat wel stroom op. Nee, serieus. Er staat wel stroom op. Dat is een grapje. Ik kan niet lachen. Er staat wel stroom op. En zie je, dan hangen aan het rekje hier. Voel het. Nee, ik voel het. Nee. Er is niks aan de hand. Als je het zo aanraakte, is er niks aan de hand. Ik ga het niet doen. Nou ja, oké. Dat was brandpunt. Goed, schat, je kunt hem ook aan het boompje hangen. Nee, oh, hier. Aan onze eigen lijn. Waarom zeg je dat niet pas? Als het echt stroom op. Beginnen met de zeven, Joyce. Maar goed. Maar goed dat ik het niet gedaan heb, want ik zou alles bij elkaar schreeuwen. Ik ben niet zo'n held in dat soort dingen. Weet je wat dat wel betekent? Je hebt vanavond een gespannen vrouw. No. Kan zo niet tegen, jongens. Je krijgt steeds meer van ons te zien. Moet je toch opletten, Joy. Oh. De hele dag een tintelvinger. Oh, wow. Zo, dankjewel, schat. Ja, ja. Ik heb dus mijn Stanley-koffertje al uitgehaald. De Stanley-schroefdraaier. En ik heb een Torx nodig. Gelukkig zit die ook hierin. Dus ik ga dat even hierop zetten. En dan ga ik de koelkast even demonteren. In ieder geval het handvat.
Zo. Even kijken. Die zou ik los moeten kunnen draaien. Oh, moet ik hem wel even goed omzetten. Is toch handig, Joy, zo'n schroevendraaiertje met die aparte opzetstukjes. Ja, zeker handig. Kun je elk gewenste schroevendraaier ervan maken. Ja, maar ik bedoel vooral platte kop, kruiskop, Torx tegenwoordig heel veel. Zo, ik duw de ijskast wel meteen terug, dicht. Want die, gelukkig blijft hij zo zitten. Ik laat jullie zien wat, er gebeurd is. Zo jongens, kijk wat is aan de hand. Dit is onze houder zeg maar, van de ijskast. En wat is nou gebeurd? Voordat we hier naartoe kwamen, wilde ik de ijskast, ging ik de ijskast inruimen. En toen deed ik hem open en toen hoorde ik, denk, wat is dat dan? Toen heb ik even gekeken en wat blijkt nou? Deze kun je loshalen. Die kun je losklikken. Zo, kijk, springt meteen alle kanten op. En dat heeft ermee te maken dat hier zit normaal een veertje. Die natuurlijk dat scharnier een beetje druk geeft. Zodat die ijskast vast zit. Want wij gingen dus de bocht om en watch! Kun je je voorstellen? Nou, ik langs de twee plaatselijke camperzaken geweest hier in Maastricht bij ons. Niet op voorraad. Moet je het bestellen. Nou ja, zo'n nieuwe deurgreep kost om en nabij, wat ik gezien heb op internet, zo'n 15 euro. Dan is dat helemaal niet het geld. Maar wel als het niet op voorraad is. Nou, zei de ene jongeman, misschien heb ik nog wel een ijzertje liggen. Dan maak ik dat even voor je. Maar dat had hij niet. Ik dacht, wacht even. Hij heeft een ijzertje liggen. Kan ik dat dan niet zelf? Dus toen ben ik naar de karwei gereden. Toen heb ik ijzerdraad gekocht. Ik heb niet de hele rol meegenomen. Want ik had er thuis geen tijd meer voor. Want Joy was al op terugweg naar huis. Ik dacht, oh, en die wilde vertrekken. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon wat ijzerdraad mee. Het is een stukkere ijzerdraad deze. En dan maak ik zelf wel zo'n veertje. Want ja, dat is toch proberen waard. Ik heb die hele rolljoy, die kostte slechts 5,50. Nou, kun je veel veertjes voor maken. Ja, toch? Ja, waagt het niet. Ja, probeer je het niet, weet je baat niet. Niet schaadt baat het niet. Het niet. Ik ben vandaag heel moeilijk in mijn woorden. En er zit overal een vlieg. Overal één vlieg. Ja, één vlieg in de hele camper. We gaan proberen. Kijk. Dus ik moet een veertje wat hier omheen past. Kun je dat zien daar, om dat rondje? Nou heb ik gezien, we hebben zo'n haak bij ons. Zo'n tenthaak. En die is om en nabij even dik als waar dat veertje om moet. Dus wat ga ik doen? Ik ga die ijzerdraad om dat haakje draaien. Moet ik hem in de os krijgen hier, hè? Want ik heb dat natuurlijk even opgefroemeld. Ik denk, ik neem twee stukken mee. Eentje wat langer en eentje wat korter. En dan hopen we maar tot het lukt, Joy. Ik ben benieuwd of het je gaat lukken, maar ik heb er alle vertrouwen in. En anders moeten we maar bij de Action een douchetang kopen die we dan hier tussenin. Oh jee. Ja. Ja, dat kan, maar dat hoeft niet. Ik pak hem wat breder, want dan kan ik hem... Het is gewoon strak tegen elkaar. Hoeveel? Ja, ik denk drie keer, want het is niet zo heel breed. Ik heb wat tangetjes meegenomen. Om naar elkaar toe te doen, want het moet wel strak tegen elkaar aan zitten. Ja, even priegelen. Nou, we kunnen dat denk ik wel. Jouw kennende, je bent best handig altijd. Ik heb nagels. Kijk. Kijk. Ja, maar nou is dit denk ik nog te lang, hè? Ja, maar die kan ik afknippen. Ik kan beter het iets lang maken, ja, afknippen. Klopt. Dan dat ik hem te kort maak en denk, ha, weer een nieuwe maken. Kijk, ik doe deze ook wat langer. Maar ik denk zelf dat ik namelijk... deze nou één keer te breed hebben. Want ik heb vier omwentelingen. Ja, en als ik die hier aan... Oh, Joy, hij past ook nog. Ja, kijk hoe handig. Kijk, hij zit te breed of niet? Hij is wel... Nou, hij is iets te breed, maar ik denk niet dat dat erg is. Ik moet alleen dan die ijzertjes wat korter afknippen. Nou, doe dat even en probeer het dan. Ik bedoel, dat ijzerdraad kost niet zoveel. Nee, dat klopt. Even kijken, doe ik dan de goede af... Als ik hem zo, deze moet daar onderin klemmen. Dus dan moet ik die. Het begint weer te onweer, hè? Ja. Ik denk dat ik deze op deze lengte moet afknippen. Want die moet hier onderin klemmen. Zo. Want die klemt zich natuurlijk daartegen. Dit. Ja. Die andere hoeft zich niet af te knippen dan. Ja, dat zal ik zo ook moeten doen. Maar ik moet even kijken hoe dit nou ook alweer... Hoe dit nou om erin zat. Zo zit dit. Ik ga het gewoon eens proberen. Maar het is gewoon even priegelen en zoeken. En ik heb dit ook nog nooit gedaan, hè? Ja, maar lukt je wel. Kijk, ik heb er nog eentje gemaakt. Het ziet er nou zo uit. Hij zit zo geklemd.
En ik had Tina het verkeerde in mijn handen, dus daarom lukte het niet. Dus was ik aan het hannissen. Maar deze kun je dus, het zijn twee clipjes. Die kun je er overheen schuiven. Zo. Deze moet dan aan die kant. Nee, ik doe het toch verkeerd. Moet hij zo om dan? Zo moet hij. Ja, kijk, zo moet hij dus om. Zien jullie dat? Dus de oogjes waar je vast op zet op de ijskast moeten naar buiten. En het gripje van de hendel moet ook naar buiten. Hè, hè? Opletten, Cindy. Wie ze loshuls, moest ze toch vastmaken. Die klemmen, die klemmen. Deze een beetje open trekken, dat hij daarin klemt. Kiek, sorry. Kijk, nou heb je al meteen de weerstand. Ja. Zie je? Super, nou, ja, nou is hij gemaakt. Nou ja, we moeten kijken of dat überhaupt werkt ook op de ijskast, hè? Ja. Nog iets te lang? Ja, nee, niet te lang, maar ik wil die eigenlijk een klein beetje meer naar binnen duwen. Zo. Perfect. 3 omwentelingen heb ik toch gemaakt. Dat is toch het stevigste. Dus ik ga hem vastmaken op de ijskast en dan hoop ik dat hij meer weerstand heeft. Ja, als je het vast hebt, laat je het er nog even zien, ja, hè? Moment suprême. Deze drukken we dus, die zit dus hier op. Even dezelfde schroefjes gebruiken. Deze moet dan andersom, want anders draai ik het alleen maar los in plaats van vast. En mijn opa leerde mij alles met een schroevendraaier, zoveel mogelijk met een schroevendraaier doen. Want Cindy, vast is vast. En met een accu schroefmachine heb je toch snel, en vooral met zo'n fragiele... Ja, dit is dan hard plastic, maar ook met dun hout. Heb je vaak niet in de gaten hoe krachtig dit is. En dan draai je het stuk. Nou. Ta, ta, ta. Oh, hij. Hoor je het? Hoor, hij valt meteen. Hop, in het slot. Ja, super. En nu kan je, als ik nou gewoon los trek aan die ijskast, zit hij ook vast. Haha. En dat voor een paar euro voor een hele rol. Nou, dan kun je 100 van die ringetjes van maken. Ja, een hele rol. 15 meter. Voor 5,20 euro of zo. Ja, hoeveel van die clipjes kun je ervan maken? Ja, het gaat mee naar Noorwegen, want je weet het maar nooit. Het is weer gefixt. Wij vonden het super leuk dat jullie er wel bij waren. Bij onze voorbereidingen voor het eventje. Ja. Super grappig. Maar ja, hoe dat allemaal nu dadelijk in zijn werk gaat. We vinden het een beetje spannend, maar dat is gezond, hè? Gezonde spanning mag je hebben. Ik ga even mijn gewone bril pakken. Ja, gezonde spanning mag je hebben inderdaad. Ze ziet jullie niet zitten, jongens. Maar ik heb... Kom. Ik heb er wel zin in. Zeker zin in. Maar we gaan nog even chillen. Hè? Even de middag de beentjes omhoog. Even chillen op de plek. Ja. Want dus, nu kan het nog met dit weer. We leggen jullie niet in het kastje, jongens. Geen zorgen. Jullie gaan lekker aan de lader. En dan zien jullie... Zien jullie ons bij ons event. Yes. Bij de volgende vlog. Doei.